Goedemorgen, wij zijn wakker in het ziekenhuis. En daar ligt Milaatje. En waarschijnlijk mogen we vandaag al naar huis. We hebben echt een hele rits aan fysiochirurgen, artsen, alles hier langs gehad. En we zijn nog helemaal soort van in de roes van hoe het allemaal is gegaan. En ik krijg de hele tijd te horen, praat er veel over. En het is zeg maar, heel bizar wat er allemaal is gebeurd. En we hebben over 6 weken ook weer een afspraak om het weer nog een keer te bespreken hoe het allemaal is gegaan. Dus ik denk dat ergens rond die tijd we pas de bevalvideo willen opnemen. Ik heb in ieder geval de officiële naam van wat er dus is gebeurd. Een schouderdystocie. We mochten het niet googlen. Dus ik heb het alleen puur gegoogeld om te kijken van... ik heb niet geklikt op artikelen, maar ik heb het zien staan en zo. En dat ik dacht... ik wil niet, niet veel overlezen en zo. Maar ja, that happened. En Gregor en ik hebben het allebei heel anders ervaren. Want ik lag bij mij, baby kwam eruit en alles. En baby ging weg. En hij heeft echt erbij gestaan. Dus ja, we moeten dit echt nog een plekje gaan geven. En dan kunnen we het op een gegeven moment wel allemaal gaan delen. Maar dat duurt nog wel even. Dat is ook een ding. We hebben het dus op video voor onszelf. We hebben die camera neergezet. En we weten, ik kan dat echt niet nu terugkijken. Dat is echt misschien over een tijdje. Maar het is aan de ene kant heel fijn om te kunnen zien hoe het allemaal is gegaan en wat er allemaal is gebeurd. Aan de andere kant is het misschien voor nu te heftig. Maar wat ook fijn was, dat de camera aanstond en toen hij zo snel weg moest met de baby. Ja, weet je, dan werd die placenta geboren. Dat heeft hij allemaal niet gezien, maar dat heb ik wel op video. Dus dan kan hij dat wel weer terugkijken. Dus ja. Ja. Zo. Ja, dat is de situatie. Maar goed, oké. Waarschijnlijk zo meteen naar huis dan. Lactatiekundige komt ook nog zo. Super fijn. En dan... lekker huis. Man, ik ben helemaal uitgescheurd aan alle kanten. En ik weet niet wat ik zoeken moet van de pijn. En zegt zo. Hey. Moppie. Zal ik er even filmen? Daar komt ze. Wat zo bizar is, dat ze na 24 uur nu al zo anders eruit ziet, zeg maar. Haar gezichtje is nu al aan het veranderen. En ja, het is echt gek. Ja, zo bijzonder. We houden zoveel van haar allebei. Ze is echt helemaal verliefd en helemaal... Kijk nou, mijn twee mooie dames. Mijn twee bikkels. Kijk hoe zielig dit. Maar kijk hoe schattig haar kleine knuisje is. Is ze sterk? Nog sterker met de andere. Hier ja. Dus gebroken. Ja, amper, echt gewoon in de midden zo. Ja. Oh, zie je het. Ze is zo lief. En ze ligt zo lief te slapen elke keer bij jou of bij mij ook. Ja. Hoe gaat het, Foef? Ja, gaat. Oh lieverd, wat is er nou? Oh, ik kan even, ja. Maar echt. Nee, gaat oké. Okay. Je hebt het super goed gedaan, schat. Ik ben echt heel erg trots op jou. Thanks. En op jou? Ja, ik ben de moral support. En af en toe een beetje dingetjes doen. Profi is de real badass. Kijk even de haarkleur, jongens. Dit is toch ja, eigenlijk jouw, een beetje rood, maar... jouw kleur een beetje. Ja, hier zie je het wel goed. Maar het heeft wel iets assigs. En dat is een beetje van dat jou. Dat ben ik. Ja, allebei een beetje rood. Ik ben een beetje goudblondig. En ik ben bruinassig, ja. Ja, dus dit is echt een mixje van ons. Ja, ben benieuwd. Ik had niet verwacht dat ze zo'n mix zou zijn van ons. Ik had verwacht dat ze echt wit eruit zou komen. Ja, en gewoon over het algemeen is ze echt een mix. Want volgens mij heeft ze de helft van jouw neus en de helft van mijn neus. Ja. Jouw knakje. Ze heeft de knak en ze heeft de breedte van Foef. Ja, gossie. Zij is precies... Ja. Ja. Super schattig. Ik had verwacht dat ze dan een van ons en het ander van... Een van jou en het ander van mij zou doen, maar... Je bent gewoon een megamix.
Met je bolle wangetjes net als mama. Ja, die wang heeft ze voor mij, ja. Zeker weten. Maar dat is ook echt het allerbelangrijkste dat je wil hebben. Ja. Ja. Hé, lievertje, gaan we lekker naar huis? Chubby cheek. Zo cute. Oh, oh, oh. Ze ligt nu op haar zij, omdat haar armpje dus hier zo... Zo ligt. Ja. Ik wil je de hele dag door kiesjes geven. Kijk op die wang. Gewoon een wang als kussen. Ik vind het echt hilarisch dat ze zo boos kijkt. Mag ook wel. Ja, word je gewoon geboren met een gebroken armpje. Zoveel meegemaakt al. Ja. Het lijkt zo op Gregor, hè? Niet normaal. Nou jongens, eerste rit in de auto naar huis. Kraamzorg is er zo. En zij tukt gelukkig lekker door. Je ziet het niet eigenlijk nu. Nou, in ieder geval, ze ligt hier onder die kap zo. Niks in het handje. Maar hoe eng ook, zeg maar, dat we dan dat bandje om moeten doen met dat gebroken armpje. Is gewoon... Oh my god. Zullen we kijken hoe de kiddies reageren? Hey, dan gaan we een poppet vrij uit de auto. Ja. Hey. Hey. Oh. Hallo. Hallo. Zo. Wat heb je meegenomen? Kijk nou. Wat zijn ze stil? Ja. Ik ga even naar de kinderen. Ja. Lievertjes. Oh. Kijk nou, kiddies. Kom maar. Kom maar, Siempie. Siempie. Hallo. Ik wil niet door omdat ze geen geluid hebben. Siempie. Kijk eens wat hier is. Sorry, oh, hij heeft het door, hij heeft het door. Sorry, dat heb ik gekomen. Kijk. Ga ook even kijken dan niet. Kijk, het is een baby. Poef. Dat is Poppy. Die heb jij zo beschermd. Oh, daar komt maar niet. Oh. Oh, nee. Oh, dat zijn de buren die weer aan het boren zijn. Oh, vandaag. Nou ja, dan mensen werken lekker. Oh, god. Slaapt er gewoon doorheen, denk ik. Oh. Met geluid, Jessie. Hoor je wel? Kijk nou, kijk nou. Oeh. En toen rende die weg. Kijk nou hoe lief. Jeetje. Ja, je hebt ook heel lief zien. Grote, grote, stoere jongen, hè? Lekker beschermen. God. Ja, je bent cute. Heel cute. Hey. Dit is echt zo goals, dit is niet normaal. I love it. Oh, wat is er, schatje? Dat weet ik niet. Oh, moet je niet kruilen? Oh. Zo, dat is voor het eerst. Nou. Ik zet deze heel uit. Geef me lekker los, schat. Oh, kijk wat ik net heb gekregen. Wacht, ik moet even eerst... Ik krijg ineens deze. Waar is dit voor? Oh, ja. Deze ring die ik echt zo mooi vind van Tiffany. Pas op, lief. Zo. Oh. Zo perfect. Deze heb ik 1000 keer gepast. Ja. In Nederland en in Miami en alles. En overgetwijfeld dat ik hem zo mooi vind. Ik wilde hem dus eerst al in Miami kopen. Maar ik dacht, al die moeite om hem weer terug mee te nemen, dus dat is lekker. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Oh. Oh. Dat was ook niet te doen, want we waren alleen maar met z'n tweetjes lekker aan het zijn de hele tijd. Ja. En nu gaan we alleen maar lekker met z'n drietjes de hele tijd zijn. Ja. Ja. We hebben net even een pizzaatje besteld en we zitten hier op bed. Het is echt zo cute. Echt... Zo bijzonder. Oh. Ja. Ze is perfect. Het is perfect, ja. God. Marnies, die negeert het een beetje of zo? Je weet niet zo goed wat ze mee aan moet. Mm. Ze zit tegen de mouwen. Ja, ze mouwt er tegen, maar verder. I don't know. Jongens, ik ga de vlog afsluiten. Baby slaapt. Yes. We zijn non-stop met baby bezig. Het is letterlijk elke minuut. Een half uurtje ongeveer. Gaat de dingen zeuren, dan moet ik weer kolven. En dus, gewoon proberen te voeden.
Ja, en proberen te voeden, dat is belangrijk. En, kom hier, lieve jongen. Kom. Nee. Ja, dus hij is serieus echt heel goed bezig. Ja, hij is heel lief. Maar, nou goed, wij gaan eerste nacht weer slapen. Zover dat kan. En over een uur weer kolven en dan daarna 4 uur later weer. Dus wel rusten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Oh, squeakje. Oh.